Noah Lang beslist Feyenoord PSV en bezorgt zijn nieuwe trainer Peter Bos gelijk zijn eerste prijs. En dat is uitgerekend ook de 14e editie van de Johan Cruijffschaal, wat deze winst net nog wat mooier maakt. Ja, tenslotte, het is de 14e Johan Cruijffschaal die PSV. Dat vind ik wel mooi. Ja, dat dacht ik al. Ja, dat heb ik in mijn wedstrijdbespreking wel genoemd aan die jongens. Dat de beste voetballer ooit, ja, dat je die schaal voor de 14e keer kan verdienen, dat heeft wel iets symbolisch. Ik denk dat hij ook wel tevreden was met de spelopvatting van beide ploegen zoals het vandaag was, of niet? Dat was in de geest van Johan, denk ik, ja. En dat PSV vandaag heeft aangetoond dat zij ook in onze intensiteit kunnen spelen. Ja, en dan wordt het een hele gelijkwaardige wedstrijd voor een uur lang, waarbij ik het laatste half uur niet meer zo gelijkwaardig vond en PSV duidelijk beter vond, waardoor ze ook terecht gewonnen hebben. Baart het je wel zorgen? Het is toch een meetmoment natuurlijk, hè, tegen een ander topteam in Nederland? Ja, dat nee. Nee dus. Nee, baart me niet zorgen. Ja, we gaan zien wat er gaat gebeuren in de competitie. Het is natuurlijk één wedstrijd, één finale. Het zegt niet heel veel over het seizoen. En dan nog, ook al verliezen we, denk ik niet dat we... denk toch wel dat we gewoon, hoe zeg je dat, competitive waren, zeg maar. Dus maak me geen zorgen. En I'm a type of player who can give this ball. So I'm happy that tonight it works. So I want to make more in this season. Je vindt het vaak vervelend als het gaat om... prijzen winnen als coach, maar ik ga je toch vragen, je wint de prijs op het hoogste niveau. In hoeverre doet dat jou nu wat, dat het klaar is met die verhalen? Mag ik jou vragen, vind je mij een andere coach nu? Nou, je bent volgens mij nog dezelfde Peter Bos. Daarom, dus ik vind dat zo'n onzin. Het is één wedstrijdje geweest die ik niet eens zelf verdiend heb. Die heeft Ruud verdiend, want die heeft de beker gewonnen. Daarom speelden we hier, dat heb ik niet verdiend. Ik mocht hier één wedstrijd spelen. En die hebben we gewonnen, en dat is knap, vind ik. Omdat het in de Kuip was tegen een hele goede ploeg. Idealiter heb je meer druk op de tegenstander. Maar er stond bij PSV één speler op het middenveld die, als je daar heel veel druk op zet, niet zo heel erg in de war raakt. Dus die vond ik vandaag met afstand de beste man van het veld. Je doelt op Veerman, denk ik. Dan doel ik op Veerman, ja. Het is niet zo dat wij een soort houding hebben dat we doen alsof we iedereen even kapot gaan spelen of zo. Ja, zij trainen het ook. Nummer 2 en 3 gaan natuurlijk verbeteren als ze niet eerste zijn geworden. Dus het is wel een soort besefmoment dat wij ook een stapje erbij moeten doen, want dat hebben we ook gedaan. Peter, de inbreng van Olivier Boskakli, die heeft vorig jaar heel weinig gespeeld. Die kwam terug van een kruisband. Hoe belangrijk is dat in de opbouw? En het is een jongen die durft te voetballen ook. Die technisch goed is en inzichtelijk goed is. En ik denk dat dat ook op dit moment uitstekend naast André past. En dan gaan we met Olivier verder. Oh, hij staat. Dankjewel, ja. Dat is de beste speler die we hebben. Hij verstaat alles, hè? Dus pas op. Merci.